Er zijn een aantal beelden als je nieuw bent in de streek en die komen of die staan op wegen waar je regelmatig langskomt, dan zijn er altijd wel beelden die meer in het oog vallen dan de andere. En dat was onder andere het boerenpaard in even kijken, Schoondijken is dat. Vind ik een prachtig beeld en ook heel erg toepasselijk voor de streek. En goede plek ook. Dat was een van de eerste beelden die mij opviel en waarvan ik dacht van ja, goed, helemaal goede locatie, goed beeld. De pinguïns van William Sweetlove. Heel sterk, vanwege diverse elementen die het in zich heeft. Ik denk dat vooral het verrassingsaspect, ik bedoel, het is een beeld wat je niet gelijk kan duiden. Pinguïns, rood, ook nog wel van een behoorlijk formaat en dat op een stellage. Ik geloof niet dat ik eerder een dergelijk beeld heb gezien. En dat vind ik eigenlijk altijd een heel belangrijk aspect in het beeld. Dus dat het niet, dus dat het ruimte geeft voor eigen interpretatie. En dat heeft het beeld heel duidelijk. Het roept ook vragen op. Waarom pinguïns? Waarom rood? Waarom die stellage? Dus er is een interactie tussen de kijker en het werk. En dat vind ik een heel belangrijk element. En de humor. Ik vind het waanzinnig veel humor. Er zit gewoon een hele dikke, vette knipoog van de kunstenaar bij. En dat vind ik, in deze tijden vind ik dat ook best wel belangrijk. Kunst wordt toch, en kunstenaars zelf ook misschien, toch wel op een bepaald voetstuk neergezet. Waardoor het lijntje tussen het werk en de toeschouwer wordt heel groot. En dat vind ik niet. Dat moet niet bij kunst. Het moet, raken. Het hoeft niet altijd toegankelijk te zijn, want dan zou het misschien al te makkelijk te duiden, te interpreteren zijn. Dat hoeft ook niet. Maar de afstand moet gewoon niet al te groot zijn. Het moet op de een of andere manier aanspreken, of in ieder geval iets met je doen. En dat kan zijn, je kan het gewoon een goed werk vinden, het kan je boeien, maar je kan het ook vreselijk vinden. Maar het moet wel iets met je doen. Ik denk dat het best veel kunstwerken zijn. En ik heb al eerder gezegd van, soms is het ook wel eens goed om ergens geen kunstwerk neer te zetten om de ruimte gewoon de ruimte te laten zijn. Niet iedere plek is ook geschikt om daar iets neer te zetten. En soms geven sommige beelden mij en ook de locatie mij het gevoel dat er ergens nog een sok met geld over was en ergens was er ook nog wel een plekje waar ze een beeld kwijt konden. En zonder naar de locatie te kijken, gaan ze dan eigenlijk een beeld aankopen en het ergens neer te kijken. En ik vind de locatie en het beeld moeten elkaar aanvullen. Want dan doe je recht aan zowel het beeld en de locatie en ook de kunstenaar.